praten over afscheid nemen van geliefden. Dat was het thema van de afscheidswijzer afgelopen zondag op de Groene Heuvels. Er was van alles te beleven op het gebied van de dood. Zo waren er stands met informatie over het thema afscheid, variërend van een zorgstraatje tot interactieve mogelijkheden bij het graf. Naast deze stands waren er ook de hele dag door verschillende activiteiten. De Nijmeegse Quick Baggers Band viert dit jaar feest. Een van de oudste dweilorkesten van de stad bestaat namelijk 40 jaar. En dat werd dit weekend feestelijk gevierd in de Goffert. Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen hield zaterdag open huis. Geïnteresseerden konden een kijkje achter de schermen nemen in het ziekenhuis dat al 25 jaar in de stad gevestigd is. Drie speciaal aangelegde routes lieten bezoekers en patiënten kennismaken met de achterkant van het CWZ. Bezoekers van de open dag konden ook een kijkje nemen in de ambulance en kennismaken met de wondere wereld onder de microscoop. Het was zelfs mogelijk om live een operatie te volgen via een livestream.